Wie het langste tekening uit blijft voeren, wint! Zo. Oeh, dit is heel koud. Het gaat niet. Ja, draai even om. Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat super tof dat je weer kijkt naar deze hele nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, want ik ben samen met... Thomas! Yes! Oh, dat was best wel in toon eigenlijk. Het was heel mooi. Bedankt. Een applaus voor jou. Zo'n outfit deze keer. Heel knap. Ja. We gaan vandaag een hele toffe challenge doen, namelijk... Wie het langste tekeningen uit blijft voeren, wint! Oh, ik ben zo trots vandaag hoe we dit doen. Echt een koor. Ja, een soort, misschien moeten we echt bij een koor. We zijn te boeken als Rutmans. Ja, link in de beschrijving. Heb jij nou heel erg veel zin in deze video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog hier beneden. En wij gaan het bijhouden. We gaan tellen hoeveel er komen. Want we hopen op een like van 25.000. Weer een koor. Heel knap. Zo zeg. We moeten vandaag gaan tekenen en we moeten natuurlijk uitvoeren wat we gaan tekenen. Maar wie gaat dat het langste volhouden om alles uit te gaan voeren? Laat je antwoord hier even achter beneden in de reacties. Is dat team Thomas of is dat team Rutger? Oh, heet je zo? Ja, sinds kort. Ah. Ja. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Druk op de rode knop onder deze video en op het belletje. Want we zijn nu echt bijna bij 800.000 abonnees. Dus misschien halen we dat nog voor de jaarwisseling. Het is vandaag een hele bijzondere challenge en dat komt omdat deze video in samenwerking is met onze beste vrienden, onze steun, onze toeverlaat, namelijk met Netflix. Vanaf nu staat namelijk de nieuwe film We Can Be Heroes op Netflix en daar is deze challenge op geïnspireerd. De film gaat namelijk over een groep kinderen die allemaal een unieke superkracht hebben. En mijn favoriete karakter is Oho. Zij heeft namelijk een iPad, net zoals deze, waar ze allerlei tekeningen op maakt. Maar vervolgens komen al haar tekeningen daadwerkelijk uit. Ze kan dus de toekomst voorspellen met haar tekeningen. En laten wij dat nou vandaag ook gaan doen. Waarom zie ik hier heel erg tegenop? We maken zo meteen om de beurt een tekening van elkaar in een hele rare situatie. En vervolgens moet de ander de tekening uit gaan voeren. En als je dat niet doet, dan verlies je de challenge. Ja, heel erg. Ik ga sowieso winnen. Denk je? Ja. En misschien denk je, waar doe ik het allemaal voor? Nee. Nou, hou je vast. De winnaar krijgt de gouden doos. Oh, ik hou van goud, niet van dozen. Nee, niet openmaken. Dat is een verrassing voor de winnaar. Ik voel me heel zwaar. Nou en? Een miljoen op je bankrekening weegt ook niks, ja, hoor. Dat is waar. Laten we even gaan bepalen wie als eerste mag gaan tekenen. Steen, papier, schaar. Oh! Nee! Oh. Ik win, dus ik mag beginnen. Oh, je snapt het. Ja. Ik dacht, je weet niet wie er nou gewonnen heeft. Ik bedankt. Hallo. Okay. Nou, dan gaan we de allereerste ronde. Spannend. Ik ben wel blij, want ik kan totaal niet tekenen. Net een omaatje met een nieuwe hobby of zo. Tijd voor mijn eerste tekening die jij moet gaan uitvoeren. Zo. Het lijkt wel een bloempot. Nou, wacht maar. Nou, ik zie het al duidelijk. Ja, ik zie het echt niet. Leuk, gezellig. Een bad. Kijk, makkelijk hè? Ja, makkelijk. Oh, je hebt nog helemaal geen haar. Wacht even. Zo, dan zie je wel dat jij het bent. Ja, overduidelijk ik. Zo. Er komt nog iets bij. Wat is dit? Oh nee, ik heb al een vol gevoel. Is dit een thermometer? Zo. Nee, 0 graden. Tadaa! Ik moet in een ijskoud bad. Ja! Nou, even een applaus dat je het hebt geraden en dat ik het heb getekend. Een applaus dat ik dit ga doen, want ik ga nu nog niet opgeven. Alleen niet zonder geluid. Daar gaan we. Aan mij de eer om het bad even voor te bereiden voordat Thomas zo meteen naar boven komt. En omdat het nu zo koud buiten is, is het water ook echt ijs en ijskoud. Heel koud. Oh. Ben je er klaar voor? Nee. Maar je moet het doen, anders heb je de challenge verloren. Ik ga het gewoon heel snel doen, dat is mijn tactiek. Oh, dit is heel koud. 3, 2, 1... Oh! Oh. Oké, okay, zie je dat blad naast je? Ja. Zodra je de foto van Paco hebt gevonden, mag je eruit. Oké. Okay. Oeh, oké. Okay. Waar ben je?
waar is de handdoek? Oh, hier. Snel, snel, snel. Alsjeblieft. Je hebt de eerste ronde overleefd. Je hebt een beetje een blauwe lip. Op naar ronde nummer 2. Oké. Het is tijd voor de volgende tekening. En ik heb iets geweldigs voor jou in gedachten. Dus let maar even op. Ik heb hier even mijn telefoon om te kijken hoe ik dit precies moet tekenen. Dit wordt een geweldige tekening. Alleen een beetje bibberend getekend, maar omdat ik het zo moeilijk vind. Ik probeer op te letten. Ik hoop dat je zo meteen ziet wat het is. Nou, dat hoop ik ook. Het zou leuk zijn voor de verandering. Oké, onderdeel 1 is getekend, je mag kijken. Een heel bibberige tekening. Het is een toiletpot. Ja, goed zo. En nu... Verrassend. ...gaan we Rutger weer tekenen. Ja, dan een straaltje ernaast zeker. Hey, mooi! Jouw haren! Ja, was dit voor of na de operatie? Jouw andere been gaat in de wc. Nee! En in het water. Nee! Jij gaat je voet in de wc stoppen. Gadverdamme! Wat? Dat vind ik nog nooit over nagedacht om dat te doen. Ik ook niet. Toen ik vanmorgen mijn boodschap aan het doen was, dacht ik daar ineens. Heb je wel doorgespoeld? Nee, speciaal voor de video. Ja, dan. Nee. Ja, als OO het tekent, dan komt het uit. Ja. Ik doe het. Het gaat gebeuren in 3, 2, 1. Ik heb er echt geen zin in. Nou, je gaat het gewoon doen als je in de challenge wil blijven. Oh. Nou, je blote voet. Goed zo. Doe je voet maar in de wc. Nee. Ja, past die. Goed zo. Oh, ja. Nee. Ik wil echt dat die tenen in het water gaan. Zo. En spoel maar door. Woe, het is heel koud. Ik denk hoe koud het water is. Het is heel koud. Nou, veel plezier verder. Wat een rust ineens. Top. Het ruikt niet echt fris hier. Wat zal het zijn? Wacht maar af. De volgende ronde, daar komt hij. En weet je wat? Kijk jij maar even niet. Dan is het in één keer een verrassing wat je moet gaan doen. Jongens, het is maar goed dat hier knipjes in zitten, want dit heeft echt 3 kwartier geduurd. Nou en, dit is een hele mooie tekening. Nou, laat hem zien. Je mag kijken in 3, 2, 1. Tada! Wat zit er om me heen, als ik dat ben? Een doos. Dus je moet met een doos naar buiten. Zonder kleren verder. Dat is toch geweldig? Waarom? Weet je hoe gênant dit is? Nou, ik laat het wel even zien. Kom. Nou, mijn doos. Even kijken. Ik ga denk ik hier een gat voor mijn hoofd maken. Ja. Je hebt wel een groter hoofd, hè? Zo, hier pas ik hier doorheen, denk je zo? Dat denk ik wel. En ik denk de onderkant zo los. Wat heb ik toch een handig vriendje, hè? Het klopt wel precies. Ja, echt? Ja. Dat is zo goed. Ja? Alleen dan nog je kleren uit en naar buiten. Deze plek lijkt wel erg veel op mijn tekening, vind je ook niet? Het is echt heel erg koud. Ja, het is 5 graden. Zo voelt 5 graden. Ga erin. Gaat niet. Mag ik niet zo gewoon? Nee. Kom maar even hier, dan is het plaatje compleet. Wauw. Heel leuk. Ik ga niet omdraaien. Ja, draai even om. Ja, dit is perfect. Oké, mag ik weer de auto in? Ja. Het is tijd om nu jou voor gek te gaan zetten. Ik ben heel bang na deze ronde. We gaan natuurlijk alweer Rutger tekenen. Oh, wacht, wat is dit geweldig zeg. Even op een andere manier. Oh, nieuwe stijl. Een echte illustrator ben je nu. Met 1 tand. Echt? Ik kon het niet laten. Oké. Oh jee, buiten. We hebben geen groente bij binnen, dus. Hunebedden. Bommen. Granaten, appels. Je vergeet echt 1 ding. Ja, of je moet het gewoon beter tekenen. Je hebt zo'n leuke kersttrui aan, weet je wel. Oh ja. Zo, en je hebt natuurlijk iets in je hand. Zo. Oh. Je bent dus in de tuin aan het hakken en je zingt zo hard als je kan. Hashtag.
plat. Nee. Plat genoeg. In plaats van leuk genoeg. Ja, in plaats van leuk genoeg. Dus je vervangt alles voor blad genoeg. Jezelf eens leuk genoeg. Oh, snap je? Wat erg. Ja, ik snap hem. Nou, op naar de tuin. Thomas heeft voor een rode trui op de tekening gekozen. En ik denk dat hij daarmee deze bedoelt. Kijk, oké. Thomas, vind je deze trui op de tekening lijken? Ja, goed gedaan. Deze bedoelde je denk ik, toch? Die bedoelde ik. Je hebt nog nooit gehakt. Altijd nee. Doe ik de tuin. Ja. Nou, ik zou zeggen, zet je toon in 3, 2, 1, doe maar. Je hoeft niet zo nerveus te doen. Blad, blad, blad. Nou, het lijkt er wel op. Blad, blad, blad. Goed hoor. Blad genoeg. Oké, ik vind het genoeg. Je mag stoppen. Nu maak ik het even af. Oké. Ik had ook niet verwacht dat we het zo lang zouden volhouden eigenlijk. Nee, ik ook niet. Maar ik ga gewoon door hoor. Dus nou, ga maar tekenen. Oké, daar gaan we. Zie je al wat je aan het doen bent? Nee. Ik zit op mijn knieën denk ik. Oh, wacht. Ben ik aan het opdrukken? Ja. Oké, daar lijkt het wel op. Het is best wel goed getekend. Maar hoe? Dat komt nu. Is dat Paco? Misschien. Oh, dat is Paco. Ik moet gaan opdrukken met Paco op mijn rug. Ja! 3 keer moet het lukken. 3 keer? Ja. Het moet 3 keer lukken. Ja. Oké, ik wil wel proberen. Dit is wat ik wil zien. Ik weet echt niet hoe ik dit moet gaan doen. Nou kijk, zij heeft er al helemaal zin in. Maar je moet me helpen, ik moet deze challenge winnen. Misschien moet je gewoon gaan liggen op de grond plat. Ah! Kijk, daar komt ze al, daar komt ze al. Paco, ga maar op mijn rug. Je kijkt zo blij. Wil jij op mijn rug gaan zitten als ik opdruk, Paco? Ik denk dat dat een ja is, of is dat een nee, denk je? Ik denk dat het een ja is. Ga dan op mijn rug. Ja. Oeh, nee. Ga dan op mijn rug, Paco. Kom maar hier. Sorry dat ik heel de tijd slaap. Ja, je slaapt me de hele tijd. Ja, kom maar. Ik ben er bang voor dat het niet gaat lukken. Ik denk het niet. Oké, dit gaat niet werken. Nee. Paco, nu ben ik verloren. Laat het kont ook gewoon zien. Kijk, dit lijkt er helemaal niet op. Ik hou wel van je, Paco, maar ik geef het op. Yay! High five, Paco! High five! Dit was echt een onmogelijke opdracht. Nou, nee, misschien dat het lukte. Kijk, ze kan van alles. Ik heb de challenge gewonnen! Nou, applaus, heel goed gedaan. Bedankt. Heb je toch nog iets gewonnen dit jaar? Nou, inderdaad. Dat betekent dat de gouden doos... Dat was de prijs. Nou, hij is al uit de doos gevallen. Zodat ik natuurlijk mag bepalen wat we gaan kijken. Dus ik ben de baas van de afstandsbediening de komende tijd. Hoe lang is die tijd? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik denk een jaar ongeveer. Weet je hoe lang dat is? Leuk hè, dat ik mag beslissen wat we gaan kijken. Hondentv. Als je deze challenge tof vond, laat het me even weten. Geef de video een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet om Thomas' kanaal te checken. Klik zo meteen eventjes door in het eindscherm. En ik wil Netflix heel erg bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. De nieuwe film We Can Be Heroes is vanaf nu te zien op Netflix. En ik zie jullie gewoon in het nieuwe jaar met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay fabulous. Nou, ik wil het nog één keer zeggen. Oh. Tot die tijd, stay fabulous. Yes. Tot volgend jaar. Oh, doei. Doei.